Jurgen Strappel, hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Jammer dat we deze wedstrijd niet gewonnen hebben, maar de manier van spelen van Volendam en Roda was denk ik leuk om te zien. Was, publiek is gemaakt, voetbal is gemaakt voor publiek. Helaas konden die niet bij zijn, anders denk ik wel dat de mensen genoten hadden. De tweede helft was echt mooi en prima van onze kant en helaas konden we niet over de streep trekken. Ja, de eerste helft kreeg je weinig vat op Volendam, vond ik. Nou ja, de eerste 10 minuten waren we ver uit de bovenliggende partij. En dan moeten we eigenlijk met 1-0 voorkomen met het doelpunt van Fabian. Ja. Sorry. Ja, die moeten we aanmaken. En daarna neemt Volendam het over. Maar Volendam is in mijn ogen wel een van de betere ploegen van de Jupiler. Keukenkampioendivisie. Keukenkampioendivisie, ja inderdaad. Ja, 1 punt is eigenlijk te weinig. Tenminste, ja goed, dinsdag was natuurlijk heel zuur, maar vandaag is 1 punt eigenlijk ook te weinig. Vooral de laatste 20 minuten kreeg je er behoorlijk vat op die wedstrijd. De laatste 20 minuten had je toch behoorlijk vat op die wedstrijd. Ja, de hele tweede helft denk ik dat we bij de bovenliggende partij waren. Ja, weet je, de ene is gelijkspel is de andere niet. Vorige week maar slecht voetbal en speel je de laatste minuut, moet je eigenlijk wel die wedstrijd winnen, hè, want we hebben niks weggegeven. Maar valt hij toch binnen en vandaag was het met prima voetbal in de tweede helft, ga je toch een heel ander gevoel naar huis. Ik vroeg Kees Luijks zojuist, de 12e man mis je die niet? Ja, ja dus, kijk die kunnen je wel over een doodpunt heen helpen. En het publiek was vond ik een hele goede samenwerking aan het ontstaan met de mensen hier. En jammer dat de mensen niet meer kunnen komen, maar laten we hopen dat het snel gebeurt. En dan denk ik dat we op de goede weg bezig zijn. Ik hoop dat de mensen dat zien en dat we de... Die twee eenheid die we aan het creëren waren, dat we die heel snel weer door kunnen zetten.